Het is iets anders dan Zwolle. Wat was de ervaring om een keer voor een groot, ja, groot toernooi echt in Nederland te staan? Ja, duizenden mensen die voor je zingen. Wat voel je dan? Ja, dat is geweldig. Echt. En aan de andere kant maakt het je ook weer nerveus, weet je. Want de eerste leg, die moet ik makkelijk winnen. En ik was echt zo nerveus. Ik denk, gooi nou die dubbel erin, dan ben je er doorheen. En dat lukte niet. Maar het publiek is echt geweldig. Dat is top. Want wat jij opnoemt zien we wel vaker bij jou. Als jij goed start, dan loopt het in één keer. Ja. En ik had heel snel zelf al zoiets van, we gaan toch niet weer op die tour. Maar je draait het zelf goed om. Hoe kon je het toch nog omdraaien? Nou, dat zeg ik. Het publiek helpt echt enorm veel. Hij mist op een gegeven moment een paar dubbels en dan gooi je hem zelf erin. En dan, dan 3/2 pauze in. Toen dacht ik wel van, ja, dit gaat wel een dingetje voor hem worden. Want ik merkte dat hij geïrriteerd was. En ja, dan merk je wel dat je thuis spelen is toch wel een stukje makkelijker. Goed, morgen Johnny Clayton, ja, de man in vorm. Het zal toch wel even beter moeten dan vandaag? Ja, 100%. Dat moet veel beter. Maar het moet strakker en alles. Maar daar hebben we nu gewoon een dag de tijd voor. En ja, het is ook wel lekker dat deze uit de weg is. En dan, ik moet morgen beter en daar gaan we voor zorgen. Goed realisme. Succes morgen tegen Johnny Clayton. Dankjewel.